Hallo, mijn naam is Monier. Mijn naam is Redouan. En wij zijn net van een super intens, mega cool mannenweekend vandaan gekomen. Want wij willen mannen gaan remanciperen. Remanciperen. Nieuwe term. Nieuwe term inderdaad. Nou, mijn bijnaam is Red, dus het voelt al bijna als een roeping om mensen te gaan remanciperen. Precies. Dat is heel mooi. Boys, heren, kom aan. We kunnen niet vrouwen eindeloos voor hun eigen rechten laten strijden. Basisrechten. Het wordt tijd dat wij zelf, aangezien we toch zo graag aan die knoppen willen zitten, aan de knoppen gaan draaien en plaats gaan maken. Wat, meneer de Ree? Ja, remanciperen voor mij in ieder geval op basis van dit weekend. Want inderdaad, jij zei het al, het is heel heftig, het is heel zwaar, confronterend soms, maar het kan alleen maar waardevol zijn. We hebben gehuild, ik heb gehuild. Ik heb ook gehuild, ik heb gejankt. Maar het laat mij ook echt alleen maar zien dat je op het moment dat je voor vrouwen wil opkomen, dat je heel erg goed bij mannelijkheid moet stilstaan. En dat hebben wij ook heel goed gedaan. En op het moment dat je weet wat mannelijkheid is en eigenlijk dat spectrum veel breder gaat zien, wat uiteindelijk een hele rijke spectrum is van wat mannelijkheid voor verschillende mannen betekent. Yes. Alleen dan zou je denk ik goed in staat kunnen zijn om achter vrouwen te staan. Precies. Niet voor vrouwen, maar achter vrouwen en of naast ze. Ja, onthoud en of goed. Naast ze, dat is dan aan hun, hè? Dames mogen kiezen. Zij hebben de leiding. Kijk, wat ik het mooiste vind aan dit weekend is dat als je met zoveel mannen bij elkaar bent, ik vond het eerlijk gezegd best spannend. Ik was nooit met zoveel mannen geweest. Ik dacht, oh mijn god, wat gaan we doen? Wordt het voetballen? En ik moet eerlijk zeggen, ik ben bij veel bijeenkomsten geweest, maar ik heb nooit iets meegemaakt wat zo intiem was, zo kwetsbaar en zo grappig tegelijk. Want, ik moet zeggen, mannen zijn echt wel grappig. Het is op en top een emotional rollercoaster. En het mooie is dat wanneer mensen denken over het algemeen, in ieder geval het beeld wat mannen hebben, is toxic masculinity inderdaad. Mm. Jij zei het al, voetbal, de rough sports. Ja, rugby. Dat soort zaken. Maar ik heb de zachtaardigheid zelf al ontmoet. En ja, dat voelde zo fijn. En het voelde echt als een warm bad. En ik zat er gewoon lekker. Dat is zo'n bad waar je niet uit wil komen. Ja, precies. Alleen nog mijn huid is een beetje gerimpeld ondertussen. Maar voor de rest, ja. Wat ik al cool vond, juist de gasten waar ik eerlijk gezegd dacht van nou, wat gaan ze zeggen, zeiden uiteindelijk de mooiste, diepste, kwetsbaarste dingen. Dat was echt, like, ik heb vooroordelen blijkbaar. Echt grote vooroordelen en ik ben er flink doorheen gegaan. Ik ook. Ja, maar goed. Ik zeg tegen jullie allemaal, please, heren, vrouwen en iedereen die zich misschien een van beiden, geen van beiden of iets anders voelt, laten we echt met elkaar sterk gaan staan. Het is niet oké dat alles wat feminisme of emancipatie heet alleen maar dezelfde groep vrouwen trekt. Super cool, ladies, dat jullie dat doen. Maar eigenlijk, zoals racisme niet een kwestie zou moeten zijn van zwart, maar van wit, zou de kwestie van de positie van de vrouw een kwestie moeten zijn van ons, mensen. En met name dan de mannen die niet van geen wijken willen weten. En ik zou hem willen eindigen met Monier heeft het al gezegd. Daarbij wil ik dan zeggen, join the movement. Yes. Laten we achter vrouwen en naast vrouwen staan. Yes. En laten we gewoon een sterk, stevig, intersectionele alliantie vormen om niet alleen het vrouwenvraagstukken te bestrijden, maar racisme en discriminatievraagstukken in de breedste zin van het woord. Precies, weg met al die fobieën. Amen. Power to the people.